Deze krabbel is van Florian Jozefzoon. Vorige week was hij al medisch gekeurd, maar het officieel tekenen moest nog gebeuren. Dat is dus nu gedaan en daar hoort ook het officiële shirt bij. Met nummer 14 gaat Florian Jozefzoon deze competitie spelen. En het spreekt voor zich dat hij er ongelooflijk veel zin in heeft. Ik ben heel blij en ook trots. En ik kan niet wachten om te beginnen. Het gevoel dat ik heb is gewoon heel blij en gewoon laten zien dat ik... Dat ik beter ben geworden en in de top laten zien wat ik kan. Het is gewoon een mooie club, topclub. En ze zijn een nieuwe weg ingeslagen, een nieuwe filosofie. En ik pas daarbij, hoop ik. Dus ik kan niet wachten om te beginnen. En Florian Jozefzoon sloot vandaag aan bij de training. En dat gold overigens ook voor de andere internationals. Daar is hij, Kevin Strootman. En ook Jeroen Zoet, Jorginho Wijnaldum, Memphis Depay, Adam Maher en de al genoemde Florian Jozefzoon stonden vandaag op het veld. Net als vorige week maandag het bekende hart onder de riem, vuurwerk. Met als wens een geweldig seizoen tegemoet gaan. Daar Jozefzoon en Maher. En zo raakt de selectie van PSV steeds completer. 20 man op het veld onder leiding van Philippe Cocu, Ernst Faber en Chris van der Weerde. Technisch trio. Daarvoor op Memphis Depay. En zo bereidt PSV zich voor op de tweede oefenwedstrijd van het seizoen. Dinsdagavond in het Philipsstadion, de Lichtstad Derby tegen FC Eindhoven. Abel Tamata ook weer hersteld van een kleine blessure. En de spelers die vandaag aanhaakten, trainden apart onder leiding van fysiotherapeut Arno Philips. Kortom, de selectie van PSV raakt compleet.